Goedemorgen. Exhale, round through chin to chest. Inhale, open the chest. Feel the front body stretch. And exhale, rounding through. Navel draws up. Ik heb dus zo'n teddy vest gekocht. Ik dacht, ik wil een vest hebben waarin ik ga leven deze winter. Dit is het. The look of the day. Werk vandaag vanuit huis. Ik zal even mijn haar een beetje borstelen. Wees, ik kom vandaag werken. Heel veel moeten we doen. Heel veel moeten doen. Want dit weekend gaan wij naar Euro Disney. Oh my god, oh my god, oh my god. Nog nooit met Mila geweest. Laatste keer heel lang geleden met Lynn en Klaas. Gingen we jaarlijks naar Euro Disney. Ik heb er zoveel zin in. Maar goed, we gaan vrijdagochtend hebben vroeg de trein. Dat betekent dat we best nog wel wat dingetjes hier moeten doen. Maandag tot en met donderdag. We can do this, let's go. Cheers. Oké, de rest is ook wakker. Mila, graag een omeletje, mama. Alsjeblieft. Half. Wie heeft er ook een dochter die dus dan de hele tijd jurkjes aan wil? De regel is nu als je wakker wordt, mag gelijk jurkje aan. En dan voordat we gaan, wisselen we even naar de outfit. Je mag absoluut een jurk naar buiten, maar het zijn allemaal van de vlierige, echt van die nette jurken met glitter en dingen. Die wil ze dan net aan prinsessenjurken ook en zo. Oh, je hebt nog een pinguïn ook in de auto, hè? Ziel. Dit soort jurken. Oké, ik ga hem naar de opvang brengen. En Avisa is er ook zo, dus dan gaan we aan de slag. We hebben quite the week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Alleen morgen. Alleen Jet. Dus Marmila is thuis. Maar s'avonds dan weer opnames. Dus maar goed, helemaal vol. Maar. Daar doen we het voor. Dus ja. Kijk, even een briefje. Voor de winnaar van Tasje. Die ga ik ook zo op de post doen. En dan ga ik ervan moet daar een dermatoloog ook. Oké, ik ben maar gaan wachten op Marcia hier zo. Maar guys. Oké, wacht. Ik ben dus. Ik zit dus. Oké, wacht. Ho. Er is dus zo'n koffiesmissie. Van Rocket was dat. Dat is degene waar ik nu. Nou, in ieder geval. Die is super cool, die hebben met Carhartt eentje gemaakt en die vond hij altijd heel mooi. En er is er nog eentje, Lamar Zocco. Je hebt meerdere. Het gaat er in ieder geval om dat dit van die, eerder al van die espresso machines zijn. En ik zie het altijd en dan ik op mijn Insta heb ik nu zo'n, zet ik in zo'n algoritme dat je dan zo die koffie er zo uit ziet drippen. En met bepaalde pressure kan je het dan weer beter maken. En ik denk alleen maar, ik wil dat als ik naar een koffietent ga en de espresso is zo lekker, dat ik denk, waarom is mijn espresso thuis wel echt heel lekker, maar niet zo lekker. En dat komt natuurlijk omdat wij hebben echt volledig automatisch. En je kan niet de pressure en zo, de temperatuur niet helemaal instellen. Een beetje. We kunnen wel zeggen, misschien moet ik dat eens gaan doen. Ik kan zeggen, ik wil hem warmer, wil hem kouder. In ieder geval, en hoe snel je hem laat drippen. Maar deze dingen, ze zijn zo cool. En ik denk, ik wil dit. Dan zie ik ook van die mensen die dan, en je kunt eigenlijk stamp je met dat gewichtje, maar sommige mensen leggen zo'n gewichtje op en dan draaien ze hem rond en dan, en je moet met zo'n, met van die, hoe heet dat, een WTP, DWF, I don't know, met zo'n ding en dan ga je zo er doorheen, zo, zodat die klontjes weg zijn en dan, ik wil dit allemaal, het staat nergens op, helemaal niet nodig, maar ik vind het zo cool en dit is zeg maar een goal. Dat ik één van die dingen nu wil en nu ben ik vergelijkingsdingen aan het kijken. Dus, heb je ook zo'n echte koffieapparaat? En laat even weten welke, want ik ben eigenlijk best wel benieuwd welke eigenlijk allemaal heel goed zijn. Ik vind deze tof. Allebei. Ja, dat was het. Dat wilde ik even delen. Ik was even naar de dermatoloog voor mijn voet. Ik heb binnenkort een soort van ingreep ding aan mijn voet.
Het is me niet boeiend verder voor. Maar ik vind het wel fijn als anderen dit herkennen. Maar laat het zo zeggen. Ik heb de hele tijd nu met freeze drop. Hoe zeg je dat? En ik heb binnenkort dat met de verdoving en met wegbranden ook. Heeft iemand daar ervaring mee? Hoe lang moest je daarvan bijkomen voor je voet? Want ik heb dat, ja, weet ik veel, over 4 weken of zo staan. Ik moet even weten of ik dan... Want ik heb wel afspraken staan rond die dagen. Zij zei, ja, dat voelt dan echt als een hele heftige schaafwond. Kan ik dan de avond staan? Of kan ik wel? Of moet ik dan thuis blijven? Ik weet het even niet zo goed. Dus als iemand daar ervaring mee heeft, laat het weten. Want I have no idea. Ik zit te lunchen. Ik denk, oh ja, meeting begint zo. Hey, Masha. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good, good. Alice is beneden bezig. Kreeg al heel even thuis, die zorg vandoor. Ik ga me heel veel opmaken, want ik moet content schieten. Ik twijfel over wit en cream op elkaar. Misschien doe ik hem even dicht of laat ik... Ik weet het niet. Ik weet het niet. In ieder geval even een beetje opmaken. Moet niks, maar ik vind het wel fijn. Oké. Done for you. Oh my god, ik ben zo... Oh, Marietje staat ook voor de deur, ze app net. Ik sta voor de deur, ik weet niet. Ik zeg, kom, ik ben done. Ik kreeg ik naar binnen. Let's go. Adi is er vandoor en Marietje is er. Ze zit naar het kerstdorp te kijken. Oh. Ja, ons dorpje. Of heeft weer nieuwe dingen gekocht. Zo leuk. Ja. Leuk toch? Ja. Echt. Oh, we hebben alle theekopjes. Kan je nagaan. Wat dan? Dus dan nou, die kerstboom die ik jou stuurde met... Met theekopjes eromheen. Nee. Ja. Even. Ja, Tante Marije en Mila zijn echt BFF's, goos. Helemaal, ze weten dat Tante Marije komt. Echt. Hartje. Helemaal. Her fave. Zo cute. Kaas of... Het voel is zo'n dad. Hij is gewoon de hele tijd met die kerstdeco mee. Het is zo cute. Gewoon echt zijn grote hobby, decor. Jongens, we hebben net Twin... Hoe heet het? Twin Flame? Returning to the... Nee. Twin Flame. Zoek Twin Flame op Netflix. Ja, sekte, jongens, sekte. We hebben weer een sekte in gevonden. Oh my god. En gewoon... Oh my twin. Oh my twin god. Oh my twin. Twin flame. Ja, maar echt. Gewoon, wat? Zoek het op Netflix. It's good. We hebben 1 aflevering gezien. Het zijn er 3. Marietje is naar huis. We hebben H&M Paco Rabanne collab dingen binnen die we hebben besteld. Ik heb besteld als eerste deze broek. Die vond ik zo vet. Kijk even hoe mooi die is. Doe ik even tussendoor even deze laten zien. Sorry. Kijk, die broek, die is ook zo mooi. Kijk. Oeh, die is misschien te groot. Nee, misschien. Ja, ik denk misschien. Dat toch wel gewoon... Het is altijd zo tricky of het dan... Ik weet het nooit zo goed. Ik heb de laatste tijd heb ik zoiets van, ik heb liever dat het oversized is dan niet. En ik heb dit jurkje waarvan ik heel... Oeh, hij is lekker zwaar. Heel benieuwd ben. Hij is ook lekker zwaar. Hij is lekker thick. Ja. Deze trui. Dit jurkje. Nee, deze trui. Wacht. Zo. Je ziet het niet. Oh, hij is echt heel zwaar. Dit is echt een Marcia jurkje. Oh, dit is wol, joh. Ik dacht al, het voelt hij zacht. Het is wel echt 100% wol. 2 items. Ik ook 2 items. Ik ben kerst. Kijk maar, groen en rood. Ik vond die met die pailletten van die jurken en dingen ook zo mooi, maar het was zo duur. Ja, dat had ik met die jas. Ik vond die jas ook, maar soms is het zeg maar, dan zie je bijvoorbeeld van die prijzen en denk ik, het is echt prachtig. En ik zou zo die jurk, dat zou echt helemaal mijn ding zijn. Alleen, de jurk die ik het mooist vond, die was 600. Toen dacht ik echt, wow. 400. Ja, 300 of 400. Maar in ieder geval, een H&M collab vond ik dat echt aan de prijs. Dat had ik er dan net niet voor over, eigenlijk. Ik ga heel snel aandoen. Moet ik toch staan? Oké. Moet alleen die vet, hé, kijk nou. Daarom, ik vond deze heel tof. Ik vond het jasje van die broek minder leuk. Welke maat heb jij van deze? Wil ik een keer lenen. Ja, dubbel XL. Oh, die is wel echt groot. Ik heb hem echt groot wel. Dus hij kan of nee, die is te groot voor mij. Veel te groot zijn. Oh, is mooi. Kijk, okay, deze nou. Zat strak, dus ik wist dat die wat groter moest doen. Doe eens even een draaitje die kant op. Nee, dan kan je die buttons goed zien. Wat? Oh ja, vet. Maar die moeten nog af, hè, de papier. Oh ja, maar de buttons gewoon, het idee. Hij is vet. Het is leuk. Nee, jongens, kijk, het is geen party outfit of zo, maar gewoon... Het is ook wel een beetje kerstachtig. Ja, met die glitters. Maar je weet dat dit oranje is, toch? Ja, I know. Voor het eerst hoor ik dat ik bewust iets oranje heb. Als ik iets heel cool zie in oranje. Maar ik dacht ook, ik vond dat topje erbij, vond ik... Dan denk je echt zo'n hemdje. Ik zou dit eerder gewoon als... Ja, dat is heel leuk. ...opvallende broek hebben, zeg maar. Oké, wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.